7% van ons DNA gebruiken we maar. De rest is gewoon stilgelegd. En het is ook bewust stilgelegd. En wat als wij dat als mens zijn ook wel zelf kunnen heractiveren, ook wel wakker kunnen maken. En dat kunnen we als we wegstappen van deze narratieven. We are programmed to think pyramids, Egypt and Mexico. Forget that. Pyramids are built on all 6 continents. After 40 years, I have concluded almost everything they teach us about the ancient history is wrong. The origin of man, civilizations and pyramids. Bijna alles wat ze ons leren over de oude geschiedenis is verkeerd. Het ontstaan van de mens, beschavingen en piramides. Aldus de Bosnische archeoloog Dr. Sam, de ontdekker van de mysterieuze piramides in Bosnië. Documentairemaker Marijn Poels reisde over de hele wereld op zoek naar antwoorden op de vraag: wie zijn wij? Waar komen we vandaan en waren er wellicht intelligentere beschavingen die ons voorgingen op aarde? En het antwoord daarop lijkt ja te zijn. Ik praat met hem over zijn reis, zijn ontdekkingen en waarom iedereen deze documentaire zeker zou moeten zien. Marijn, ontzettend leuk dat je hier weer bent. Helemaal uit Duitsland gekomen en er liggen allemaal groentes op tafel die je hebt meegenomen. Die komen uit je eigen tuin. Ja, We gaan straks uitleggen waarom die hier liggen. En ja, hè, je hebt daar een interessant verhaal bij. Laat ik eerst even beginnen met hoe gaat het met je? Want je hebt een documentaire gemaakt, heb je hard aan gewerkt. Ben je uitgeput? Geestelijk in ieder geval wel eventjes. Ja. En ik moet het nu even allemaal laten zinken. Ik heb er echt een jaar lang aan gewerkt. Het was een deels moeilijk verhaal, maar uiteindelijk ook weer niet. Het was meer de moeilijkheid in. Je raakt natuurlijk een bepaald spiritueel veld aan, wat ik eigenlijk nooit bewust ben geweest. Dus daar hou je je dan buiten. Maar ik vond dat juist wel een hele mooie combinatie, dat ik degene die eigenlijk denkt dat hij niet meer spiritueel is, terwijl het wel heel erg leeft in deze tijd. En als documentairemaker moet je wel de tijdgeest, zeg maar, proberen te vangen die op dit moment daar zit. Dat is een goede combi. Sceptische ik en een narratief en ik ben op pad gegaan. Dat heeft me wel op heel veel plekken gebracht wat mijn denken en wereldbeeld weer helemaal tot nul heeft gezet. Waarin ik weer eigenlijk als kind ben gaan kijken naar de nieuwe wereld waar ik ben terechtgekomen eigenlijk. En dat die nieuwe wereld is ontstaan door het verhaal wat ik op dit moment heb gemaakt. Het is een oude wereld, maar een verborgen wereld ook. En dat vond ik wel super fascinerend. En ben ik vermoeid? Nee, het heeft me meer kracht gegeven eigenlijk. Maar wel vermoeid in de vorm van technisch een film maken. Hoe ik hem eigenlijk ook wil maken. Ja, de film heeft als titel The Primordial Code. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk de oercode. De oercode van, nou ja, kun je van alles vinden, van mensen. Ik vraag me af, wie zijn wij mensen eigenlijk? Waar komen we echt vandaan? Wat is onze potentie? Wat zijn onze krachten, onze energieën? Hoe sterk kan onze geest zijn? Maar oercode bedoel ik ook met de vruchten die ik hier op tafel heb liggen. In hoeverre zijn dat nog de vruchten die het ooit waren? En hoever zitten die? Zijn die afgegaan van het vrucht zijn? Of hebben die afgetrokken van het vrucht zijn? Zoals wij eigenlijk ook steeds meer weggetrokken worden van het mens zijn. Vind ik dat een film als deze, en wij als samenleving ook, vaker die vraag moeten stellen. Zijn we eigenlijk nogal mens? En wat is eigenlijk mens zijn? Wat betekent dat? Wat zijn die oerprincipes die we zo erg nodig hebben om te kunnen floreren als mens? Die we eigenlijk niet meer hebben door vanzelfsprekendheid, door digitalisering, door een overheid die toch wel probeert controle te houden op ons. En dat vind ik interessant, vooral nu in deze tijd, dat wij in een, ik vind de spirituele toestand van de geestelijke toestand van de wereld is
vind ik in behoorlijke armoede als je om ons heen kijkt. En terwijl de vraag daarna van mensen voelen zich onrustig in deze tijd. Hè? Er gebeurt heel veel, steeds meer controle vanuit overheden, steeds meer beperkingen. En mensen voelen van binnen dat er iets niet in orde is. Dat het mens zijn wordt verdrukt door een bepaalde agenda. Dus mensen gaan zelf op zoek naar dezelfde vragen die ik zelf ook in de film heb gevraagd. Ja, en je legt dat eigenlijk best wel mooi uit in het begin van de film. Laten we eens kijken naar dat fragment. Want daar verwoord je eigenlijk wat je nu met heel veel andere woorden zegt. Dat verwoord je eigenlijk daar in een scène diep in een grot ergens in Sardinië. Do you know that feeling? When you come to a place you didn't know, don't understand, and no one explains where you are. But deep inside, your primal instinct tells you that we once were connected to a place as such. Because somewhere along the line, we simply evolved away from it. By ignorance, arrogance, or perhaps deliberately obscured. We became modern people, right? So smart that we've become stupid again. Not understanding the roots and principles of where we come from anymore. Symbols and structures with perhaps great meanings and connections, but in our present day existence, nothing more than a hollow space. Yes, nowadays we certainly build structures much bigger and more comfortable than where I am at the moment. But imagine building this thousands of years ago, in the middle of a mountain. It just makes me curious who we once were and why we're not anymore. Ja, een van de beginscènes van de Primordial Code. En de film begint dus in Sardinië. En jij stuurde mij een link waarin ik de film al verborgen kon kijken zonder dat iemand hem nog gezien heeft. En ik was helemaal flabbergasted, want ik wist helemaal niet dat Sardinië erin voorkwam. En mijn familie komt daar vandaan. Dus ik heb daar allemaal ooms en tantes wonen. Ik ga daar elk jaar naartoe. En ik zag ineens allemaal scènes in Sardinië. En ook dingen die ik nog helemaal niet wist van mijn eigen vaderland, noem ik het maar even. Waarom dacht je, ik moet naar Sardinië toe? Hoe wist je dat daar iets te vinden was? Heel veel verhalen van de oudheid beginnen eigenlijk in Sardinië. En het begon eigenlijk met die Nuraghi-samenleving, hè, die daar heeft plaatsgevonden. En Nuraghi, dat zijn bijzondere gebouwtjes die daar staan. Hè? Dat zijn gebouwen die zeg maar opgestapelde stenen, ja, het zijn rotsen eigenlijk, hè, die zonder cement of zonder plaksel, zeg maar, op elkaar zijn gestapeld, 3 etages hoog. En dat zijn gigantische bouwwerken. En destijds was het natuurlijk, we praten over 30.000 jaar geleden, waren dat de wolkenkrabbers, zeg maar, van die tijd. Dus het zijn kunstwerken die we momenteel gewoon niet meer zo met de hand kunnen maken, hoe dat zij dat destijds deden. Dus dat vond ik eigenlijk heel fascinerend. En ik dacht, laat ik daar eens gewoon naartoe gaan. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd een risico, hè? Dus ik weet niet precies of Sardinië nou datgene is waar ik naar op zoek was. Maar Sardinië was zeker weten een aanleiding voor mij om verder te gaan zoeken. Omdat ik bepaalde dateringen hoorde van hoe lang het geleden is dat die zijn gebouwd. Nou, en als je dan onze geschiedenis kent, dan kloppen dingen gewoon niet. En ja, dat vond ik interessant genoeg om mij verder te verdiepen in in het bestaan van de mensen, de afkomst van de mensen en wat voor een energie er is. In Sardinië waren vooral die beschavingen ook die heel erg bezig waren met kosmische verbindingen, met energieën uit kosmische energie, het sterrenstelsels, daar waren ze heel erg mee bezig. En
Nou, dat fascineert me. Dat verbaast mij enorm, hè? Want de volksaard van de Sardijnen is buitengewoon nuchter en cynisch bijna. En mijn familie is natuurlijk katholiek. En dat ik dan me moet realiseren dat er een beschaving daar op het eiland was die misschien heel spiritueel was en bezig was met hele andere materie dan nu. Dat houdt mij natuurlijk heel erg bezig. En jij gaf terecht al aan die Nieuwragers, die eigenlijk optisch gezien vrij primitieve gebouwen met stenen die taps toe naar boven toe lopen. Ik heb ze vaak bekeken, want mijn oom is archeoloog, dus ik heb veel op het eiland rond gereisd. Maar ik heb altijd wel gedacht van ja, het ziet er redelijk primitief uit. Totdat jij dus daar een gebouw naar binnen ging, een heel oud gebouw met basalt. En dat ging echt mijn verbazing te boven. En ik wist niet eens van het bestaan. En ik denk dat jullie dat even moeten zien. We were in the human world and now we reach in another world, which is expressed in this type of sacred temples of the Nuragic civilization. It's perfectly lined up. Yes, the symmetry and the accuracy of these elaborated, very well hewn stones is amazing. You really wonder how they could precisely cut this basalt, which is a very hard volcanic stone, in a perfect way like this. It had a much more important value than a normal well, because these early inhabitants of the island probably associated the idea of water with the mother goddess. Water was a great source and resource. It could be therapeutical, it could heal, it could cure problems. And these places were very strongly, you know, energetic. And there are very strange phenomena that happens here during the solstices and the equinoxes. Like there's a hole right on top of the sacred well chamber. Can you see it? Mm-hmm. And the moon beams like a light gets inside the well. Or during the solstice, at the beginning of fall, around 11 a.m., you can see your shadow reflected in the water, and in the wall you appear upside down. You know, because it's the subterranean world that they had to reach, this magical, powerful outer world, which is not, it's invisible, but it's to attract the universal forces. So these people really knew a lot of about energy, meditation, contemplation of the sky. I think we got very far away from that point. We're reaching this knowledge again. As we don't separate the body and the spirit, they were aware of that. They were in perfect contact with the sky. And we probably are, you know, dust that came from the sky. Ja, indrukwekkend. Een beschaving die er dus kennelijk is geweest op Sardinië, waarbij lichaam en geest en de connectie met het universum er nog was. Als ik dit gebouw zie, ik wist dus niet dat het bestond. Ik vond het bijna ongeloofwaardig. Het ziet eruit alsof het een moderne wellness is. Hoe oud is dit? De officiële, dus wat de mainstream archeologie zegt, dat is ongeveer 5.000-6.000 jaar geleden. Maar de dateringen die ook opkomen en eigenlijk geloofwaardiger zijn, zijn over 30.000 jaar terug in de tijd. Dus dat maar ook is 5.000 jaar geleden. Er is niet bekend dat we toen zaagmachines hadden die basalt konden snijden op een dergelijk perfecte manier. Het is niet uit te leggen. Dat toch? Konden we 300 jaar geleden ook nog niet. Dus er moet iets zijn geweest. Als je de vraag kunt stellen van zijn er ooit intelligentere beschavingen geweest op deze planeet? Nou ja, als je dit al kijkt en je kijkt nog niet eens zo lang terug in de tijd, dan weet je gewoon en je zegt van nou, dit kunnen wij op dit moment niet of nauwelijks doen, zo'n stenen snijden. Dat betekent dus dat er een intelligentere beschaving was dan dat wij op dit moment zijn. En maar losstaand van de vorm die gemaakt is met die stenen, had deze beschaving ook kennis van lichtinval en van zonstanden en astronomie. Ja, de kracht van de atmosferische energie, de stand van de sterren, van de maan, de zon. Want buiten wat je zegt, buiten het feit dat gewoon eigenlijk een kunstwerk aan zich is, is het ook nog eens zo geconstrueerd dat het exact kosmisch
zo staat gesteld dat inderdaad de maan een beam naar binnen schijnt en waardoor je schaduw dan op de kop komt te staan daar. En het had dan een bepaalde spirituele verbinding ook, waardoor mensen ook weer krachten en energieën kregen. Ze werkte heel veel met de energieën die aanwezig zijn, waarin wij in deze tijd eigenlijk die verbindingen verloren zijn. En dat is natuurlijk super fascinerend. En je bouwt zo'n bouwwerk niet voor de lol, weet je. Het is niet zo dat je zegt van, nou laten we daar eens eventjes een jaartje of zes aan werken, omdat het mooi is. Kijk, als je een put nodig hebt waar water in zit, dan graaf je een gat, weet je wel. En vooral als je terug in de tijd gaat denken, dan, weet je, dat doe je niet voor de lol. Het kost een hoop moeite. Ja, het kost een behoorlijk wat werk. Mits je natuurlijk geavanceerd gereedschap hebt of gehad had. Om dat te maken, dat weten we niet. Maar ze hebben heel veel moeite en energie gegeven om die verbindingen te leggen vroeger. En dat fascineert mij ook. En dat was voor mij een aanleiding om dieper in de materie te gaan. Sardinië is voor mij wel een heel groot voorbeeld eiland waarop je heel veel van zo'n schokkende feiten eigenlijk hoort, die niet eens is weggezet kunnen worden van onzin, want ze zijn daar en je ziet ze. En, want je maakt een heel mooi bruggetje, schokkende feiten. De vraag is natuurlijk welke beschaving kon dit en was dit? En je zou misschien kunnen denken, nou, dat waren gewoon mensen en kennis is verloren gegaan. Maar deze vrouw spreekt over een andere soort. En deze vrouw is een intelligente vrouw, die is daar een tourguide, is gerenommeerd en vertelt iets wat bijna bij de Fabeltjeskrant terecht zou kunnen, maar toch gaan we dat heel serieus nemen. I think this civilization reached a real moment of a flourishing age. Very advanced in metallurgy, trading all over the Mediterranean, and then something happened that deleted the glorious past. And then the archaeologists didn't consider the importance of this civilization, neglected, misconsidered. So I think... On purpose or...? Probably also on purpose, because the theories that they would come up would be shocking. Would be shocking. Because there are... For whom? For the whole academic world. And also for the average human being, because there are lots of mysteries about this island. Lots of strange legends about, ogre, giants, little fairies. Lots of legends that need to be explained. Ja, monsters, feeën en reuzen. Allemaal legendes die moeten worden uitgelegd. Die wellicht schokkend zijn voor de academische wereld. Maar ik denk voor iedereen. Maar dan komt ze bij dat thema van reuzen. Hmm. En daar ontdekte jij iets heel bijzonders, hè? Nou ja, ze hadden het hele tijd over reuzen en dat waren graven van reuzen. Ze sprak de hele tijd van monsters, van grote mensen. En op een gegeven moment noemde ze echt in een gesprek van, nou ja, daar hebben ze dus de skeletten van reuzen gevonden. Waarop ik vraag, reuzen, praten we hier over grote mensen? Ja, grote mensen van 3 tot 6 meter. Zo. Nou ja, op dat moment inderdaad is dat schokkend om te horen, maar ik leg het ook heel snel bij meneer. Je kunt van mij zeggen wat je wilt, maar je moet wel iets meer zeggen om mij te kunnen overtuigen. Liefst nog, laat maar zien. En goed, dat was nog best wel moeilijk, maar uiteindelijk hebben we wel meerdere mensen gevonden, zeg maar, die ook skeletten hebben gevonden met een abnormaal grote afwijking, dus skeletten die menselijke botten van die 3-4 keer zo groot waren als onze huidige skeletten. En eentje ervan was bereid om met ons te praten. En uiteindelijk ook om mij, want hij wou het eigenlijk niet, hij was een beetje bang. Kijk, ze gaat natuurlijk tegen het mainstream narratief in. En wat die vrouw net al zei, weet je wel, je schopt tegen de academische wereld aan. En de laatste keer dat hij, zeg maar, dat verhaal vertelde openlijk, werd hij ook quasi bedreigd met een kogel aan zijn hek.
Met een briefje op van stop met praten. Maar hij vond het dan toch belangrijk genoeg waarschijnlijk om mij ook te overtuigen en zijn vondsten zeg maar aan mij te laten zien. Wat voor mij een totale kentering was in mijn denken. Ja, ongetwijfeld de grootste cliffhanger in deze uitzending. Een Italiaanse local op Sardinië die dus echt met bewijsmateriaal komt dat er zoiets als reuzen hebben bestaan op het eiland. Cercai di ripararmi negli alberi, ma non faceva nulla. Perché mi bagnavo lo stesso. Allora ho detto, mi metto dietro la tomba, perché qui c'era un metro di tomba, no, qui. Il muretto era alto così. L'ho trovato libero, aperto. E vidi la mummia, entrai dentro subito. E guardai la mummia. E quando la trovai, la testa era qui. La testa, così, qui. E i piedi sotto quella pietra grossa. Presi di nuovo gli anellini di mio nonno, corsi in paese e lo dissi a mio nonno. Nonno, nonno, ho trovato la mummia del gigante. E mio nonno viene a vedere la mummia e mi dice, guarda, questi sono i nostri parenti, devi trattarlo bene, devi rispettarlo. Poi lo dissi a scuola il giorno dopo ai miei compagni di scuola, però non interessava a nessuno, perché in quel periodo a qualcuno interessava, ma a pochi, perché in quel periodo ce n'erano tanti di scheletri in tutti i posti buttati, non c'era un interesse. Ce n'erano dappertutto, anche dentro il paese, perciò non interessava a nessuno. Beh, questo è un dente del gigante, però di un king, bambino. Wow! E questo è del babbo, questo qui. Ah! It's huge! Ja, skeletten van reusachtige mensfiguren die kennelijk daar heel vaak gevonden werden. Mm-hmm. Uiteindelijk komt hij met twee tandjes aan zetten. Dat is natuurlijk dun bewijs. Heb je meer informatie gekregen of dit ja, geloofwaardig was? Ja, de tanden zijn ook onderzocht door vier verschillende universiteiten. Hij heeft er een boekje over geschreven. En daar staan ook alle dateringen in, alle bewijsmateriaal van onderzoeken en zo. Hij heeft niet alleen die tand gevonden, maar ook schouderbladen, ruggenwervels, die allemaal 4-5 keer zo groot waren als van een normale mens. Vaak werden die skeletten worden gevonden, waardoor de locals die uitgraven, en vaak speelt de kerk daarin ook een rol. Leg ze maar in de kerk neer en wij zorgen dat het of wordt opgeborgen of in een museum. En veel verhalen in Sardinië zeggen, de dag daarna zijn dan de skeletten in één keer weg. En niemand weet meer waar ze zijn geweest. Het eiland heet ook het eiland van de giganten, hè, van de reuzen. Het wordt verkocht als mythologie. En ik ben daar ook in een museum geweest om te vragen van wat zijn dat voor verhalen die ik hoor. En dan wordt het eigenlijk heel snel weggelachen van nee, dat zijn stenen reuzen. Dat is, weet je wel, dat is de expositie, maar geen menselijke reuzen. Het wordt heel geheimzinnig over gedaan, alhoewel het niet zo geheimzinnig is. Want kijk, de Symposium Instituut, dat is eigenlijk de grootste instituut ter wereld wat een verzameling van archeologisch materiaal in hun bezit heeft, krijgen vaak ook die spullen, hè? De botten, de skeletten die worden opgegraven. En zij hebben letterlijk, het stond in het New York Times, was het. In 1974 zijn er blijkbaar heel veel botten gevonden van reuzen op Sardinië. Maar niet alleen in Sardinië, maar ook in Amerika zijn ze gevonden. En die zijn allemaal naar het Smithsonian Instituut gegaan. En ik geloof, nog niet zo heel erg lang geleden, maar dat weet ik niet precies welke datum het was, net voor 2000... Is al het materiaal verbrand. En dat is ook een officieel artikel geweest in de grote kranten over de hele wereld. Dat was maar een klein artikeltje. Maar al het materiaal van botten en zo is verbrand door het Smithsonian Instituut. Waarom zouden ze dat doen? Nou ja, ik heb natuurlijk gebeld, maar zij willen mij daar ook niet te woord staan. Dus ze willen dat ook niet serieus beantwoorden. Ja, dat vind ik natuurlijk raar. Je kunt gewoon zeggen tegen mij, het is onzin. Maar ze zijn er niet op ingegaan. En het was zelfs nog niet eens de moeite waard om het in de film te zetten. Maar het zijn officiële berichten uit officiële kranten. Toch frustrerend, hè? Dat als er dan eindelijk hè, zoiets is als bewijs, er worden dan kennelijk grote skeletten gevonden, dat dan weer, ja, verwijderd wordt, weggemoffeld wordt of verbrand wordt, of dat het nu weer ergens in een soort van
ja, hoek van legendes blijft. Ja, en ik denk, ja precies. En ik, waar ik eigenlijk gaandeweg dit verhaal een beetje ben achtergekomen, of in ieder geval die indruk wekt het heel, heel erg, dat men vaak de waarheid tot een mythe bombardeert. En de mythe is vaak een waarheid. En als je dat narratief gelooft, kom je dichter bij de kern van wie we zijn, als dat je moet geloven in het. Kijk, het begint eigenlijk al. Misschien ook wel de aanleiding van de film geweest. Dat heeft mijn hele leven een beetje meegedragen. In de basisschool hadden wij godsdienstles. Er kwam pastoor één keer in de week vertellen dat we van Adam en Eva kwamen, weet je wel. En dat er een God was die zei van God created light. En in één keer stonden we daar. En ik vond het een leuk verhaal. Maar een uur daarna ging pastoor weg en toen kregen we biologieles. En toen leerden we dat we van apen kwamen. Weet je wel. Dat was eigenlijk al een moment dat ik verwacht werd als kind van, wacht eens eventjes, één van die twee is me hiervoor aan het liegen. En misschien zijn ze het wel allebei geweest. Weet je? Dus we weten het allemaal niet zeker, maar we leven in een tijd dat er vooral van bovenuit best wordt gedaan om ons zekerheid te bieden. Of in ieder geval daarin te geloven, in die zekerheid. En dat wetenschap zijn 0 en 1 en dit zijn feiten. En anders is het niet gebeurd. Dat zal een reden hebben waarom het gebeurt, maar uiteindelijk, ja, ik vind als mens zijn moet je ook weten wie zijn wij, op welk fundament staan wij eigenlijk, zijn we überhaupt wel mensen, weet je wel? Je moet geworteld zijn, zeg maar, om als mens de volle potenties te kunnen benutten. En er is ook een shamaanse wijsheid of ideologie of hoe je het ook wilt noemen, waarin ze praten over underworld, upper world en middle world. En dat zijn de drie lagen, zeg maar, van ons bestaan. Dus de underworld, dat zijn onze wortels. Hè. Die moeten we als eerste, moeten we als mens onze wortels daar slaan waar we horen. Nou, dat weten we eigenlijk al niet zeker. Dus dat wordt al heel moeilijk. En vanuit die wortels ga je naar de spiritualiteit, naar het boven. Dus meer het ik zijn, hè. Wat betekent dat? En als je die twee. En dat is net als een boom, die groeit eerst in de wortels, dan in de hoogte en dan in de breedte, dan in die middelwereld. En de middelwereld, je kunt het Middle Earth noemen, dat klinkt misschien nog fancier. Dat is eigenlijk de wereld waarin we allemaal ons begeven. Maar iedereen heeft zijn eigen wortels en zijn eigen spiritualiteit. En als die niet sterk genoeg zijn, word je heel gemakkelijk, zeg maar, in die middenwereld meegesleurd eigenlijk. Door elke wind die waait, waai je mee. Maar als je goed geworteld bent en je hebt een goede identiteit, bewustzijn, dan blijf je staan en kun je je ook verzetten. En kun je ook zeggen van, hé, wacht eens even, dit is mijn grens. Ik wil niet meegaan in die gekke wereld waar het zo hard waait. En ik denk dat we dat steeds meer aan het verliezen zijn en misschien ook wel bewust eruit gehaald wordt. En dat verklaart ook waarom ze zo'n verhalen, zeg maar, bewust achterlaten. Dat we maar niet als mens te zeer wortelen en te zeer in die spiritualiteit hangen. Dat we, ja, een eigen identiteit ontwikkelen. Je ziet nu een tijdperk waarin juist die dingen, cultuur, identiteit, weet je wel, die worden ons eigenlijk. Het is bijna egoïstisch om in jezelf te geloven deze tijd. Hè? Je moet geloven in het grote, maar niet in het kleine. En dat lijkt erop dat het narratief is wat ons eigenlijk als mensen probeert te vangen om ons op een juiste manier te kunnen sturen, waardoor ze heel veel mens zijn uit ons moeten halen. Ja, en dat is voor mij een logische verklaring in deze tijd, dat ze ook zulke verhalen juist onder de tafel houden. Willen dat we gaan geloven in het grote, dan gaat jouw film daarbij helpen, want die film laat zien dat er zoiets als reuzen wellicht hebben bestaan, grotere wezens. Mm. En hoe absurd het misschien ook klinkt, het zou wellicht wel kunnen verklaren waarom er gebouwen zijn die onverklaarbaar door mensen gebouwd zijn in een tijd dat wij geen machinerie hadden en het ook niet konden tillen. Waaronder ook piramides. Ja, kijk nou. Met enorme stenen waarvan je denkt, van, ja, dat kan een mens niet optillen. Hoe kan die dat verplaatsen en stapelen? Dat is één groot mysterie. Als je kijkt naar de piramide in Giza bijvoorbeeld. Hè, die is gebouwd in 20 jaar door slaven. Dat is het narratief. Hè. En die slaven die hadden grote sleeën die ze over het zand sleepten. Met blokken beton van 2 tot 3 ton. En er waren er 2 miljoen blokken beton
op de waar de piramide van Giza van is gemaakt in 20 jaar tijd. Als je dat gaat berekenen, al heel praktisch, die blokken komen van 500 kilometer verderop, 750 kilometer verderop, zijn er uit een berg gehouden, exact met 6 hoeken van 90 graden. Preciezer kun je ze niet snijden. Ze wegen 2 ton. Die zijn van 750 kilometer ver weg van waar ze in Egypte staan, naar Egypte gesleept door slaven. Precies kosmisch, zo op een nou, nog geen 1 graad verschil naar het kosmische noorden in 20 jaar tijd. Als je het praktisch gaat berekenen, dan zou elke blok 3 minuten de tijd hebben om die blok te snijden uit die berg, te transporteren 750 kilometer lang op een slee door het zand en nog eens kosmisch in te richten en op elkaar te stapelen. Dat zou het betekenen. Nou, ik denk niet, dat is eigenlijk al dat is bijna nog gekker als dat je in reuzen gelooft. Dat kan gewoon niet. Dus er moet iets zijn geweest waarin piramides op een andere manier zijn gebouwd. Als dat ons zeg maar in de geschiedenisboeken wordt voorgedaan. Hetzelfde als dat wij ook uit een narratief komen dat we denken piramides, graftombes, farao's. Terwijl als je gaat kijken, is nog nooit in de hele geschiedenis ook maar 1 farao gevonden in een piramide. Niet 1. En dat is gek dat wij dat wel allemaal denken. En dat zijn allemaal films, in alle films wordt het ook zo uitgelegd. Hè? Het wordt allemaal zo uitgelegd en op een gegeven moment zijn we ook zo geprogrammeerd dat we daarin zijn gaan geloven. Terwijl het helemaal geen geheim is dat er nog nooit een farao is gevonden in een piramide. Maar dat is, op de een of andere manier zijn we wel zeg maar, in dat narratief gaan geloven. Terwijl piramides hebben heel weinig met Egypte te doen. Of nou, misschien wel heel veel, omdat Egypte wel een belangrijke plek was voor zo'n piramide. Maar niet voor die farao's. Dus wellicht is het thema ook, of het narratief, dat die farao's nooit een piramide hebben gebouwd. Maar dat ze de piramides hebben gevonden en hebben gebruikt voor hun eigen cultuur. Ja, en wat interessant is, als we aan piramides denken, denken we altijd aan Egypte en aan farao's. Maar er is dus een wetenschapper die dus piramides heeft ontdekt in Bosnië. En die schijnen zelfs nog veel ouder te zijn dan de piramides die wij kennen in Egypte. Back in April of 2005, I first came to the central Bosnian town of Visoko to visit the local museum. But what really caught my attention was this. Everybody called it a natural hill, because it is covered by soil, bushes, and forest, which was planted back in 1960s and 70s. But I was looking at the geometry. In front of us is one side, to the left another one, to the right another one, in the back the 4th sides. Mm-hmm. So 4 sides. In front of us one triangular face. When driving around it, I realized we have 4 triangular faces. We have 4 corners. We have same slope from bottom to the top. So geometrically speaking, this is a pyramid. But you're saying that the pyramids are not only based in Egypt. We are programmed to think pyramids, Egypt and Mexico. Forget that. Pyramids are built on all 6 continents. After 40 years, I have concluded almost everything they teach us about the ancient history is wrong. The origin of man, civilizations and pyramids. Ja, ik was helemaal flabbergasted toen ik dit zag. Mm-hmm. Want ik ging er ook vanuit piramides. Egypte, Mexico. Mm-hmm. Maar ze zijn dus op alle continenten en dit zagen we daar staan. Heeft hij geprobeerd om het op te graven en te laten zien dat het een piramide is? Ja. Hij heeft ook stukken land gekocht op die piramide. Ze zijn gaan graven. Volgens mij best wel snel daarna dat hij het ontdekte. En ze vonden eigenlijk een heel groot deel dat ze hebben uitgegraven, waarin betonblokken, 4 lagen van betonblokken, op elkaar zijn gestapeld. Nou, jij zegt beton, maar beton is een modern product, toch? Precies. En die betonblokken hebben ze dus laten onderzoeken.
bij volgens mij 7 instituten ook. Van wat is dit voor een beton? En ze kwamen erachter, het is gedateerd 34.000 jaar geleden is die beton gemaakt. En dat hebben ze ook kunnen beoordelen omdat er een blad tijdens de constructie van de piramide dan tussen die betonbladen is gevallen en die carbon date hebben ze gebruikt om het te dateren. Een blaadje van een boom. Een blaadje van een boom, ja. Dus het was 34.000 jaar geleden is die piramide gebouwd. En ze kwamen erachter dat, want ze rekenen met beton, rekenen tegenwoordig in pascal. Hè? Dat is de hardheid van beton. En we kunnen gigantisch hard beton maken in deze tijd. Dat zit ongeveer rond de, wat is het, 70 pascal of zoiets. De hardheid van het beton in die Bosnische piramide van 34.000 jaar geleden ging tot 150 pascal. Dus dat is de hardste beton die er ooit is gemaakt. En zo'n harde beton kunnen we vandaag de dag met alles wat we hebben nog niet maken. Maar Marijn, dan zijn we toch gewoon uitgepraat. Dan is er toch een beschaving geweest die dingen kon die wij niet eens nu kunnen. Ja, dat is voor mij ook een redelijk bewijs en een opening om nog verder te graven. Maar wat je ziet is natuurlijk, ze zijn daarmee naar buiten gekomen. Ze hebben ook het wereldnieuws gehaald, voor heel eventjes. En toen kregen ze het signaal, je mag hier niet meer verder graven. Want A, dit is geen piramide, dit is gewoon een natuurlijke heuvel. En B, er staat een klein katholiek ruïne op de top van de piramide. En die willen we behouden. Dus het is een beschut, hoe zeg je dat? Een beschermd, ja precies, een monument. En daar mogen we niet aankomen. Dus ze worden het eigenlijk tegengehouden. Apart, hè? Want in Egypte wordt wel iedere piramide helemaal uitgegraven, ja. En hier niet. Ja, en je hebt zoveel piramides. Je hebt in Rusland heb je hele grote piramides. Je hebt over alle continenten ter wereld heb je piramides. Maar Egypte is natuurlijk heel belangrijk, omdat dat het narratief in stand houdt waarin wij geloven. En dat het graftombes waren van farao's. Ja, precies, ja. En dat het door slaven is gebouwd. En kijk, het verhaal wat die Bosnische dokter Sam blootlegt, die gaat niet alleen werken met archeologen. Maar die zegt, archeologen weten eigenlijk, die weten veel. Weten heel veel van vroeger, wat ze zien. Maar ze weten niet wat de functie van de piramide is en met piramideconstructies, omdat ze niet meten. En hij zegt, daarom trek ik heel veel natuurkundigen, elektriciëns, doktoren, mensen die wat kunnen meten op die piramide. En dat hebben ze ook gedaan. En een man uit Kroatië, geloof ik, hebben ze daar metingen laten doen en uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dus dat er non-Hertzian waves zijn gesignaleerd. Dus, en dat was een 28 kilohertz. Dus dat noemen ze dan een scalar wave. En dat is een vorm van vrije energie die wordt gemeten. Dus het is allemaal gedocumenteerd wat die man doet. Het is niet één keer gedocumenteerd, maar ook geverifieerd door tientallen anderen die dat bevestigen. Dat verklaart wellicht ook misschien meer over de functie van zo'n object. Hè? Dat het niet gewoon een graftombe is, maar dat het misschien wel een energetische, bijzondere, magische plek gaat. Dat was het zeker. En ze gaan zelfs verder, omdat het blijkt dat die straal, dus die energiestraal die bovenop die piramide van de Bosnische piramide gemeten is, die gaat behoorlijk hoog en die gaat, van het puntje gaat die recht naar boven richting de zon. En het interessante is, hij beweegt ook mee met de zon. Dus die energiestraal die beweegt met de zon mee en staat eigenlijk in verbinding, kun je wel zeggen, met de zon. Elke dag opnieuw. En dat is ook gemeten, dat is gedocumenteerd. En het is niet één richting van energie, maar het zijn beide richtingen. Dus de piramide werkt eigenlijk als een energieontvanger en een energiezender. En waar hij natuurlijk heel erg mee bezig is, zou het kunnen zijn dat er zoiets is geweest als kosmisch internet. En dat het vanuit piramides de verbinding naar de zon en vanuit de zon een verbinding naar andere sterrenstelsels. Een vorm van communicatie. Een vorm van communicatie of stroomverdeling. Kijk, zover zijn we natuurlijk nog niet, maar het is in ieder geval bewezen dat in ieder geval een verbinding is met de zon.
En dat er een hoge waarde energie van 28 kilohertz is gemeten, continu bovenop die piramide in Bosnië. En dat is niet alleen de Bosnische piramide hoor. Die energieën worden op alle piramides gemeten. Dat is dat. Kijk, een archeoloog kan dat heel moeilijk meten. Die kan alleen maar zeggen, oké, volgens dat wat we weten is het zo oud en zo oud. Maar een natuurkundige en een elektricien die kunnen meten. En die mensen worden daar uitgenodigd. Dus dat is een hele slimme manier van werken. En het sluit je ook niet op in een bepaald vastgeroest denken. Wat er in die archeologie ook plaats kan vinden natuurlijk. Als je uitgaat al van een narratief wat ergens onder tafel wordt geschoven. Ja, en het bijzondere is dat deze man dus niet verder mag met graven en ontdekken wat er nog meer is. Maar hij geeft ook aan dat dat vroeger ook al zo was, want er waren kennelijk beschavingen die dit gemaakt hebben. Maar er is ook een beschaving geweest die het weer dicht heeft gemaakt. En laten we even kijken naar dat interessante fragment. Here in the tunnels we have two civilizations. First one who built this network of tunnels, intersections, chambers, underground lakes, 30,000 years back. And the second one, who closed all the tunnels, filled them up with the filler material. So what we do, we remove the filler material, and then we put the wooden support for the safety reasons and the lights. So we clean. Why did they fill it up with material? $1 million question. Really, why? You know, if you don't want anyone to enter the tunnels, maybe what you can do, you can use explosives and, you basically shut down the entrance. But they filled up every section of the tunnels for kilometers and kilometers. They did very systematic work. And what we see there is actually a tunnel which goes in this direction. And this tunnel has been filled with this non-compact, loose material. So they fill it up all the way to the top. Ja, bijzonder. Want ik ben wel eens bij de grotten in Valkenburg geweest. En ja, daar staat dan een hekje voor een tunnel. Als je wil dat mensen er niet ingaan, dan ga je het niet helemaal vullen met zand van voor tot achter. Maar dat is hier dus wel gebeurd. Heel systematisch. Ja, dat is een groot mysterie. En ook hoe het is gevuld. Want het blijkt dus dat, of je ziet het ook in de opnames, het is niet zomaar dichtgegooid met zand of dichtgeschept met een schep. Want vaak als je iets dichtgooit, een tunnel vooral, hè, wat hard beton is, zeg maar, en dat vul je met zand, met los zand, dan heb je altijd dat de zand nog zakt. En vaak als je een zand ergens opgooit, zakt het nog echt voor een derde zakt dat nog in. Daar is dat niet. Dus het is echt helemaal gevuld tot aan de nok. Dus je moet een gigantisch geweld hebben gebruikt om die tunnels dicht te gooien. Wat natuurlijk een hele bijzondere vaststelling is, dat ze destijds dus iets konden. Je kunt zeggen, dit is de, weet je wel, met een zondvloed. Ook weer eigenlijk een bijzondere techniek dan, inderdaad. Hè? Als dat door mensen is gedaan of door een beschaving. Ja, want het is bijna alsof het met een soort van hoge druk spuit met zand erin geperst is onder hoge druk. Ja, en dan nog eens een ingang, nog eens een hamer die er 6 jaar op heeft liggen te hameren om het goed vast te krijgen. Want het is bijna onmogelijk om in deze tijd een tunnel zo goed dicht te krijgen. Of je moet het vol storten met cement of zo. En dan nog blijf je randen zien aan het begin of aan het topje. Dus dat is het zijn allemaal voor mij eye-openers waarin eigenlijk je hele wereldbeeld wordt vernietigd met elke stap die je zet in de Bosnische piramide of in Sardinië of elders. Ja, maar wat denk jij dan nu? Wat heeft je dit dan nu voor een gedachtes gegeven? Nou ja, kijk je dan nu naar die wereld? Ja, uiteindelijk vind ik het belangrijk te weten dat er meerdere perspectieven zijn en dat die behoorlijk wat waarheid in zich dragen. En dat er dus een bepaalde potentie die wij kunnen gebruiken ook, wordt achtergehouden. Dat vind ik belangrijk om te weten. Dat tegen vechten is voor mij heeft geen zin. Maar wie wil dit dan achterhouden? Want dan komen we eigenlijk toch weer in een soort van conspiratoire hoek. Ja. We hebben dat natuurlijk tijdens de corona allemaal gezien. We horen daar op allerlei fronten eigenlijk verhalen over dat er een deep state of een elite is die iets
achter wil houden of informatie niet wil bewust vrijgeven. Maar waarom zouden deze oude geschiedkundige feiten achtergehouden moeten worden en door wie en met welk belang? Nou, dat is denk ik goed management. Ik denk, er zit niks boos of niks manipulatiefs achter of niks duivels achter. Die theorie kun je hebben, maar ik geloof meer in een managementprincipe dat je de mens niet alles moet vertellen, omdat hij dan te vrij wordt en dan heel moeilijk stuurbaar is. Het is best wel een klus, hè, om 8 miljard mensen te sturen, zeg maar. En zo vredig en vrij mogelijk, dat gaat bijna niet. Dus je moet de mensen iets voorhouden om ze. Ik vergelijk het zo vaak met de eigen kippen bij mij thuis op de boerderij. Weet je wel? Daar ga ik elke morgen heen en ik moet echt een hek openmaken en een hek wat dicht doen. En die kippen denken dat ze in vrijheid leven. Ik hou van de kippen, maar ik moet ze wel heel erg managen en ook hun vrijheden beperken om uiteindelijk nog dat te kunnen doen waarvoor ze daar zijn. En dat is de eigenlijk eieren. Maak je wel een hele mooie vergelijking. Want jij bent een mens. Hè? Je hebt een, denk ik, een hoger bewustzijn dan een kip. En op die manier manage jij eigenlijk het leven van die kippen, zonder dat die kippen daar misschien last van hebben. Ja, die hebben het idee dat ze in vrijheid leven. Maar wij leven met een grote groep mensen in de veronderstelling dat andere mensen ons managen of regeren. Maar het is niet het verschil tussen een kip en een mens. In deze film komt eigenlijk naar voren dat er mogelijkerwijs hogere of andere beschavingen zijn geweest, ja, die intelligenter zijn geweest. Ja. Heb je dan het idee dat het misschien dat we misschien geleid of geregeerd worden of dom gehouden worden door andere wezens die niet menselijk zijn? Ik kan niet. Reuzen zijn in ieder geval andere wezens als ze bestaan. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk wel dat we hier met een doel op de aarde zijn, inderdaad, waarvan wij niet 100% weten wat het doel eigenlijk is. En dat we in de veronderstelling zijn dat we hier als vrije mens worden geboren. En als Pentagon probeert ons de laatste maanden heel erg te laten wennen aan het feit dat er UAP's zijn, Unidentified Aerial Phenomena, vroeger UFO's. Ze bereiden ons voor op. Het lijkt alsof we klaargestoomd worden voor andere entiteiten uit andere werelden of andere. Het is een hele spannende tijd waarin je, als je dit 10 jaar geleden zou zeggen, dan zou je voor gek worden geklaard. En nu staat er zelfs in het Algemeen Dagblad dat wij voor onze planeet moeten zorgen, want anders worden de aliens boos. Dat staat gewoon in het Algemeen Dagblad. Ja, jij liet het me zien. We zien het nu in beeld. Ja. Het is bijna hysterisch, hilarisch dat je denkt van, durven ze dit echt op te schrijven? Ja, ja, en het artikel in de AD is al van een tijdje geleden. Maar ja, wat je zegt, en dat komt ook in de film voor, hè, ze bereiden ons voor op iets dat we moeten gaan wennen aan buitenaards leven. En misschien zijn dat ook wel degene van waaruit wij komen. Je weet het niet, hè. En ik vind het wel een heel inspirerend idee ook, dat ik. Er is ook een bepaald bewustzijnsproces aan de gang, hè, wereldwijd. We noemen dat wel eens morfogenetisch veld. Die energie die over de wereld raast. Dat er van Japan tot New York, van Edam tot bij mij om de hoek, wordt er gewoon geprotesteerd. Omdat mensen voelen dat er aan hun mens zijn wordt gekomen. Te veel. Aan dezelfde tijd ontstaat er ook een narratief van bovenuit die ons probeert dat juist weer weg te drukken. En ik geloof dat het exacte is wat er ook in Bosnië speelt, wat er in Sardinië speelt, met die verschillende narratieven. Er is een hoger bewustzijn die de mens in zich had en die we nog steeds ook wel hebben. Dat is ons DNA. En een DNA kan nooit kapot gaan. Dat kan in slaap worden gesust, maar kan ook weer wakker gemaakt worden. Omdat het dat ooit doorleefd heeft, is het heel gemakkelijk wakker te maken. En daarvoor heb je een bepaalde tijd voor nodig. En die tijd, daar leven we nu in. En het bewijs is gewoon de demonstraties. Het bewijs dat we het moe zijn. De mens is het moe, is gefrustreerd en wil weer mens zijn. En het DNA is eigenlijk gewoon, corrigeert zichzelf. De genetische imbalans. En dat laat ons de straat op gaan. Misschien dat we het zelf nog niet eens snappen waarom de straat op gaan. Maar we voelen wel, er is hier iets grondzettelijk, hoe zeg je dat op zo'n mooi Nederlands? In de basis is er iets hier mis. En dat zijn eigenlijk twee krachten die op dit moment spelen.
En het alien verhaal vanuit de overheid kan natuurlijk ook een beetje bangmakerij zijn. Omdat, ja goed, dat zijn we wel gewend van een overheid. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat de overheid meer weet als dat wij weten. En dat de komst van andere entiteiten nog niet eens zo gek is in de komende tijd. En daarom vind ik dat we in een spannende tijd leven, waarin we ons niet zozeer door angst moeten laten leiden, maar meer door juist, vind ik, de verhalen van de Bosnische piramide, die ons ook leren dat wij ook schepsels zijn met een heel rijk en potentieel krachtig DNA, waarin we met de geest veel meer kunnen doen als dat we op dit moment doen. Dat we die connectie zijn verloren. En dat het niet gaat om proberen tegen een overheid te vechten. Maar probeer eerst eens te vechten met jezelf. Kom eens, weet je wel, tot jezelf weer terug. En ga eens bedenken wat jij in je eigen kleine omgeving kunt doen. En hoe jij je kunt gedragen. Met die drie werelden die ik zei. Hè? De onderwereld, de middelwereld en de upperwereld. En ik denk als we dat allemaal zouden doen, dat we gewoon krachtig genoeg zijn om gewoon een keiharde nee te zeggen als het nee is. En we gaan nu nog te zeer mee in het narratief omdat we door angst gedreven worden. En juist angst drukt dat die capaciteit van het DNA wat we hebben. En ik geloof dat we maar 5-7% van ons DNA gebruiken. 5-7% van ons DNA gebruiken we maar. De rest is gewoon stilgelegd. En het is ook bewust stilgelegd. En wat als wij dat als mens zijn ook wel zelf kunnen heractiveren, ook wel wakker kunnen maken. En dat kunnen we als we wegstappen van deze narratieven. En je merkt het ook al als je een week lang gewoon eens wifi-loos door het leven gaat. Ga de bossen in met een hangmat of met een tentje. En kijk niet wat er in de wereld speelt, maar kijk hier wat er in het bos speelt bij jezelf. Wat zijn je eigen gevoelens? Dan kom je erachter dat wij veel meer zijn als wat we ooit zijn geweest. Als je bekijkt, we zijn deze tijd getraind dat we met twee zintuigen gebruiken. Dat is volgens mij horen en lezen. Maar we hebben er veel meer. En die worden ontwikkeld als je gewoon eens in het bos gaat wandelen. Weet je wel? Dan kun je in één keer wel voelen, ruiken, ontdekken. Weet je wel, spanning. Dan gebruiken ze allemaal. Maar jij hebt het nu over inderdaad de zintuigen die we allemaal dagelijks kunnen gebruiken. Maar er is ook dat spirituele zintuig. Hè, dat potentieel wat we misschien niet ten volle gebruiken. En die wetenschapper in Bosnië die daar in die piramide stond, die sprak ook tamelijk profetische woorden. Hè, wat er zou kunnen gebeuren. En hij heeft daar een aantal hele oude runetekens laten ontcijferen. Laten we daar eens even naar kijken. When we compare those symbols with the runic symbols, so we have some symbols that perfectly match runic symbols, total of 8 of them. We have sent those 8 symbols to 2 professors in the US asking for decipherment. And this is how the message goes. The gate has been closed. We are at the standstill. We will have to defend ourselves and conquer until the cosmic gate is open again. Wow, that's a message. Ja, waanzinnig. Profetische woorden. The gate is closed, de poort is dicht. We staan stil, we moeten ons verdedigen en overwinnen totdat de poort weer open is. Over welke poort praat hij? Nou, ik denk over de poort waar ik het net ook over had. Het bewustzijn, de verhoging van bewustzijn bij de mensen zelf. Ik denk misschien is die poort al open. En hoeven we er alleen... Daar lijkt het wel op, hè? Ja, dat hoeven is er iets ontketend. Hè? Het absoluut, voelt een beetje alsof het hek van de dam is. En dat er ook paniek is bij overheden hoe ze dat moeten managen. Met censuur en ze proberen op allerlei manieren ons in bedwang te houden. En het lijkt niet te lukken. Nee, want dat is krachtiger als wat dan ook. Het is een oer. De primordial code komt weer tot leven. En die is zo krachtig. Ik kan het alleen maar in mijn persoonlijke leven zien dat, weet je, ik begon aan deze reis als filmmaker ook. Hè. Ik begon met een klimaatfilm, ik werd gecanceld als een van de eerste zelfs.
En ik ging ook door een weg van demonisering heen. En uiteindelijk ben ik eruit gekomen en kom ik mensen op mijn pad. 3 jaar geleden stuurde mij iemand uit Polen een e-mail van... ik woon in Polen, ik kan filmen, dus ik kan wel eens langskomen op de koffie. En ik zei, ja, kom langs. Dat is nu mijn cameraman geworden, Adriaan. Wij zijn dikke vriendjes geworden en wij hebben deze reis ook al ingezet samen. En door zijn netwerk, door mijn netwerk, hebben wij zeg maar dit verhaal gemaakt. En uiteindelijk ontstaat daar een netwerk aan mensen die in één keer bij elkaar komen, alsof we elkaar vinden. Weet je, ik bedoel, Adriaan, iemand uit de Randstad die in Polen is gaan wonen. Ik, iemand uit Limburg die in Oost-Duitsland is gewonnen. Het is niet heel erg logisch dat we bij elkaar komen, maar toch gebeurt het. En het is dit maar één voorbeeld, zeg maar. Maar er zijn er heel veel andere voorbeelden. Ik ben voor dit verhaal... Ja, je omschrijft eigenlijk de magic van Black Box. Hoe wij eigenlijk met zoveel mensen, met zoveel energie iets doen wat eigenlijk normaal gesproken onmogelijk is. Je kunt het ook niet plannen. Dit kun je ook niet in een model gieten. Dit gebeurt gewoon en je moet die reis, je moet je mee laten voeren in die reis. Want het is, weet je, als je gevoel zegt dat het moet. En ook in deze film heb ik me laten behandelen door een sjamaan. En daar is Adriaan weer als cameraman weer heel erg close mee geworden. En die zijn ook aan nieuwe projecten hebben ze opgezet, zeg maar, door middel van ademconcerten die ze hier in Nederland nu ook gaan implementeren. Dus kerken weer gebruiken voor het opwekken van de energieën, de potentie van de energieën in een kerk, door middel van ademen, concerten, shamaanse muziek die er wordt gespeeld. Dat is allemaal geen toeval meer. Het gebeurt allemaal in deze tijd dat we bij elkaar komen en dat we een soort van... Ja, een vuist is een beetje een geweldterm, maar wel een vuist slaan om iets te beschermen wat we lief hebben, zeg maar. Nou, misschien ons eigen potentieel weer benutten. Ja, en dat is er, weet je. Bedoel, je komt ook vanuit een GoPro-camera en een auto. Weet je wel, moest kijken wat er is neergezet. En dat ontstaat. En je krijgt liefde ook van het draagvlak. Hè? En dat vind ik zo mooi aan deze tijd. Dat we niet meer vasthangen aan een narratief. Waarin we, weet je wel. Vroeger was ik verhalen voor films aan het schrijven. Op basis van het subsidiepakket. Weet je wel, dat bepaalde uiteindelijk wat mijn verhaal. En nu kun je naar de mensen kijken, naar de samenleving kijken. En je kunt de tijdgeest vangen en documenteren hoe dat die echt is door de ogen van de mensen die jou dragen. Dus als filmmaker ben je dan eigenlijk alleen maar een vertaler tussen A en B. Maar je moet wel heel goede voelsprieten hebben. En daarmee schakel je eigenlijk het hele subsidiepakket, weet je wel, wat er nodig zou zijn. Schakel je uit, want het is niet nodig. De mensen willen dit en betalen ons ook daarvoor. Of doneren of steunen ons in wat voor manier dan ook. En dat is wel een eerlijke vorm van hoe als samenleving... Dat is de potentie van een samenleving, weet je wel. We bundelen krachten en we zorgen er wel voor dat er een Black Box ontstaat. Of een Marijn Poels die ons nog deze verhalen kan vertellen. En er is niks mooier als juist deze kracht zien en ervaren. En daarop nog meer te kunnen bouwen. Het laat ook zien dat het echt ertoe doet, hè, dat het relevant is. Dat mensen het zo belangrijk vinden dat ze het in het zadel helpen. Anders had het nooit gekund. Moest kijken, ik heb de afgelopen weken ben ik heel veel met vertaling van de film bezig. Er zijn 7 vertalingen van Italiaans, Frans, Russisch, Duits, Nederlands, Engels, noem maar op. En allemaal die mensen melden zich vrijwillig om een 2,5 uur durende film te vertalen. Weet je hoeveel werk dat is? Wauw, het is monnikenwerk, ja. Dat is verschrikkelijk werk eigenlijk. Maar toch zijn er mensen en die me dan daarna een hele e-mail schrijven. Dit was de meest intensieve klus die ik ooit heb gedaan. En ik heb zoveel genoteerd en zoveel geleerd. En dat is toch mooi dat we elkaar ook zo inspireren. Weet je wel? Het is niet meer zo van de filmmaker inspireerde iedereen. Nee, ik werd geïnspireerd door de mensen voor mij. Weet je wel? En ik ben slechts de vertaler. En dan ben ik ook wel weg. En ik geef mensen ook de potentie en de ingrediënten om zelf een eigen mening te vormen. Want ik zeg niet dat het de waarheid is. Ik zeg alleen van, hey, dit is interessant. Het verklaart misschien of geeft een gezicht aan dat wat we eigenlijk nooit hebben gesnapt. En dat vind ik wel, dat vind ik wel super mooi in deze tijd. En het is ook wel zo dat,
ja, hoe er in de film ook wordt gezegd, een crisis is vaak, doet vaak pijn, maar brengt ook wel hele mooie momenten terug. Weet je wel? Maar je moet wel door die poort heen gaan. En die poort kan even pijn doen omdat het knelt. Maar ik denk dat die kosmische poort al lang open is. En heel veel mensen dat nog niet zien en wij dan met z'n allen gewoon doorheen moeten gaan. En dat, kunnen we, dat doe je zonder geweld, dat doe je gewoon door jezelf te zijn. En in mijn geval, weet je, ik vind het leuk dat ik kan inspireren en uiteindelijk ook kan zeggen, want je hoort en leest veel verhalen waarin je denkt van, ik kan of dit geloven, of dit niet geloven, of ik kan het zelf testen. En als documentairemaker vind ik het al wel leuk dat ik kan zeggen, nou, dan test ik het zelf. En dat bracht er ook toe dat ik zelf een piramide bouwde in mijn eigen tuin. Het is best wel een klusje, want het is een best wel grote piramide. Daar hebben we een beeld van. Ja, ja. Laten we daar even naar kijken. So I build a pyramid. And turned it into a garden greenhouse. With a tunnel, of course. Spring arrive. And time will tell. Ja, ongelooflijk. Time will tell. De tijd zal het leren. Je hebt gewoon een piramide in je tuin. Ik zag nog een boomhuis. Ja. En je hebt een tunnel gegraven. Ja, ja. Echt, het ziet er waanzinnig uit. Ik heb al vaker gezegd, ik wil eens komen kijken. Ja, ja. Ik weet het nu zeker. Maar time will tell, het ligt hier op tafel. Dit is wat je zelf geteeld hebt in die piramide. Het is een soort kas wat je ervan gemaakt hebt. Ja, ja, precies. Dat was voor mij de enige manier om het te testen of er ook echt wat uitkomt. Die hebben buiten gelegen tegen de piramide aan, maar de rest komt allemaal uit de piramide. Ja, pepers, paprika. Maar sorry, wat heb je willen testen? Want dat er in een kas groente groeit, dat snapt iedereen. Maar wat heb je willen testen? Nou ja, of het op een andere manier groeit als normaal. Groeit het sneller, groeit het groter. En in het begin was het vooral heel duidelijk. Ik had radijsjes gepoot. Dat was het eerste wat ik... Maar dat zie je ook in de film terug. En radijsjes eigenlijk, weet je wel, zijn zo'n... Grote knikker. Zo kleintje. Ja, grote knikker, ja. Maar bij mij waren ze denk ik 7 keer zo groot. Ze waren echt zo groot. En ze smaakten echt supergoed. De koolrabi, die was... Nou, dat waren monsterplanten die daar stonden. En in 20 dagen of zo. En eerlijk gezegd wist ik niet hoe een koolrabi eruit moest zien. Dus toen ben ik ook nog met Adriaan naar de supermarkt gegaan en koolrabi probeerde te kopen. Ja, en dan zie je wel het verschil. Denk van, jezus, dat... wat je in een hele korte tijd... En het is niet... we hebben ook experts, zeg maar, laten komen... die jaren, die tientallen jaren lang een tuinderij gehad hebben in Nederland... en koolrabi hebben gemaakt. En die ook zeggen, ja, dat heb ik nog nooit gezien. Zou zijn dat de piramide een bepaalde energie zou aantrekken... en doorgeven aan de grond? Het is zoals een vergrootglas eigenlijk ook werkt. Weet je wel? Het bundelt zeg maar een bepaalde zonne-energie... en het vermeert die energie na het vergrootglas. En zo doet de piramide dat eigenlijk door zijn structuur en zijn hoeken... want het moet heel precies zijn... bundelt hij kosmische energie en vermeert het zeg maar in de structuur die je zet. Dus de bodem resoneert dan ook veel meer met zeg maar kosmische energie. En kosmische energie is nodig, die hebben planten nodig om te kunnen groeien.
Maar die kosmische energie moet wel in die aarde komen. Dus de aarde moet resoneren met de kosmische energie. En dat wordt heel veel verstoord in deze tijd, omdat we heel veel mensgemaakte frequenties hebben die zeg maar dit verstoren, het proces. En een piramide, maar ook andere dingen, brengen die resonantie naar de bodem weer terug, waardoor producten gewoon beter groeien, sneller groeien, minder water, geen pesticiden of herbiciden hoeven te gebruiken. En het zijn gewoon sterkere planten en ze zijn gewoon 100% biologisch gezond. En het is een overvloed aan eten. En ik ben de enige thuis die de tuin onderhoudt, zeg maar. De moestuin, hè? De vegetable garden. Dus zoveel werk is het niet. En ik heb eten voor 6-7 families. En dan nog is het te veel. Dus daarom dacht ik van ik neem wat mee. Zodat jullie ook bij Blackbox gezond kunnen blijven eten. Ja, geweldig. Bij ons wordt altijd vers gekookt door een vrijwilliger. Dus we zijn er heel erg blij mee. We gaan dit ook gewoon opeten. Jij hebt dit allemaal meegebracht. Je gaat binnenkort weer terug naar Duitsland. Maar we gaan de film natuurlijk in de etalage zetten nu. Mm-hmm. Met deze uitzending. Want vrijdag 29 september gaat de film om 4 uur live. Op allerlei kanalen. Bij jou, maar ook bij ons. En ik wil je echt vragen om ernaar te kijken. En ja, ik heb zelf ademloos gekeken toen ik de film al mocht previewen. En ik denk dat jullie dit ook een hele bijzondere film gaan vinden. Ik wil je dan ook vragen om hem flink te delen onder je vrienden en je kennissen, want hij is heel toegankelijk en ja, het is echt een eye-opener. Ik denk dat je iets heel bijzonders hebt gemaakt, Marijn. Besef je dat? Nee. Voor mezelf ben ik iets kwijt. En dat is voor mij een hele verlichting. Dat ik dit verhaal heb mogen vertellen, dat ik die eer ook heb en de middelen ook heb. Dus ik voel wel een heel groot iets van me af glijden van, ik heb het verteld, weet je. Dit ja. Vond ik belangrijk genoeg om te vertellen. En dat is voor mij zo'n grote, dat kan ik niet beschrijven. En ik hoop dat het de mensen ook raakt. Dat ik ook die tijdgeest heb kunnen vangen van wat speelt en wat willen mensen zien. En nogmaals, ik kom er maar niet over uit om te zeggen hoe mooi ik deze tijd vind. Ondanks er zoveel ellende gebeurt. En dat we zo bij elkaar zijn dat ik in ieder geval de middelen krijg van mensen om die film te mogen maken. En ik ook de mogelijkheid heb om die film ook weer gratis terug te geven aan de mensen. Want ik wil ook dat mensen de film zelf kunnen downloaden in 7 talen. En zelf. Ja, hij staat niet achter een slotje, hè? Nee. Hoeven niet te betalen. Het is gewoon gratis te bekijken. En weet je, iedereen mag hem kijken. Niemand hoeft mij te doneren. Als mensen zeggen van, ik vind het toch de moeite waard, dan moet je doneren. Kun je het niet, moet je het zeker niet doen. En daarop kijk ik of ik veel verder kom. En dat vind ik echt een hele mooie, krachtige statement van in welke tijd wij leven. En dat we ons niet te zeer moeten verbitteren in deze tijd om te kijken wat er slecht is. Natuurlijk moet je het weten, maar je moet vooral weten wat zou de kracht zijn van deze tijd om gezamenlijk door die poort te gaan en gewoon gelukkig te zijn met elkaar en het verbitteren achter ons laten. En ik denk dat we dat kunnen en die mogelijkheid hebben we. Dus ik hoop dat ik iets belangrijks heb gemaakt, maar ik vind hem zelf al belangrijk genoeg om tevreden te zijn. Ja, Marijn, je zegt ik hoop dat ik iets belangrijks heb gemaakt. Ik weet zeker dat je iets belangrijks hebt gemaakt. En ik wil jullie ook vooral vragen om ernaar te kijken en de film te delen. The Primordial Code, het laatste werk van Marijn Poels. En hij is heel bescheiden. Hij zegt, je hoeft niet te doneren. We hebben het linkje erbij gedaan. Als jullie kunnen doneren, ik zou het zeker doen. Zodat hij dit werk kan blijven maken. En vergeet ook ons niet, want wij doen het ook allemaal op eigen kracht. Dus kun je wat missen om Blackbox in de touwen te houden. Heel fijn. We maken iedere maandag, woensdag en vrijdag ook Blackbox Today om 7 uur. Jullie weten het. Maar ook dit soort uitzendingen moeten gemaakt worden om dit soort belangrijk werk te blijven promoten. Marijn, dank dat je hier was. Jullie dank voor het kijken en kom goed weer thuis. Leuk, dankjewel.